Tweeluik op het Duivelsberg circuit in Maasmechelen. Halve finale tijd voor het BK Rallycross, het Belgisch kampioenschap. En finale wedstrijd voor het Duitse kampioenschap. Een uitwisseling waar we meer dan 100 rijders mogen verwelkomen op een zonovergoten Duivelsberg circuit. Marshals naar de post en het licht op groen voor de kwalificatieheats met deze Supernationals min 2000cc, waarin dat men die kassa als snelste wegkomt in haar Ford Fiesta, gevolgd door Dave Van Beers in de Clio, Jeff Mertens opnieuw van de partij met de Corsa met Marco Witkowski, en die komt uit het Duitse kampioenschap, de Volkswagen Golf, die netjes volgt richting de Limburgia Corner. Daar hebben we Ludo de Vocht in de Peugeot. Die is gaan jokeren en die probeert aan te klampen bij dit viertal over de Duivelsberg. En Mandy Kassen, die moet opletten voor Dave Van Beers. Van Beers op de tweede positie. Jeff Mertens derde, vierde plaats voor Marco Witkowski. Van Beers Witkowski naar de jokerronde. Op een beurt genoeg voorsprong op Ludo de Vocht in zijn Peugeot als vijfde. Ludo langs de binnenkant voorbij aan Marco Witkowski. Blijft Kassen aan de leiding. Met Mertens nu naar de jokerronde. Daar komt dan Dave Van Beers door het helle gat. Hij probeert daar nu in de buurt te komen van Jeff Mertens langs de buitenkant. Om Mertens buiten, Van Beers binnen. Zij aan zij in de Limburgia Corner. En de Clio voorbij aan de Corsa. Met Mandy Kassen op haar beurt die nog moet gaan jokeren. En Dave Van Beers die net hetzelfde flikt als bij Jeff Mertens en voorbij gaat daar in de Limburgia Corner en gaat aan de leiding. Nieuwe rangorde, Van Beers aan de leiding. Met Mertens op de tweede positie, derde plek voor Mandy Kassen. Marco Witkowski en Ludo de Vocht onder de finishvlag door. De grijze Mercedes is Philipp Leipold uit Duitsland. Een van de rijders in de finale wedstrijd voor het Duitse kampioenschap. En Peter Thijs in zijn BMW M3. Daar door het grind, door het zand. Hij wordt daar voorbij gereden door Ludo Helven in zijn Marcos Mantis. Ludo meteen naar de jokerronde. Dan zwijg ik even voor het gebrul van de V8 aan u te laten horen in deze GT-wagen in Supernational. Dat is Davy Leijsen die aan de leiding gaat met Philipp Leipold op de tweede positie. Derde plek voor Peter Thijs. Tom Eusen in de Mitsubishi achter de BMW M3 aan. Die dacht daar even te gaan jonkeren, maar weet zich te herstellen om wellicht voor Philipp Leipold te blijven. Lukt daar dan ook in? De Mercedes op achtervolgen aangewezen. Thijs over de Duivelsberg. Maar dat is allemaal achter Davy Leijsen in zijn BMW M3. Die gaat doorheen de jokerronde. Wagen nummer 7 aan de leiding uitsturen van de jokerronde. En heeft hij voldoende voorsprong? Die heeft voldoende voorsprong op Peter Thijs en Tom Meusen. Want die moeten nog gaan jokeren. En daar kan dan Philipp Leipold van profiteren. En de Mercedes voorbij aan de BMW M3. Peter Thijs dan naar die binnenkant. Een stuurfout van Leipold in de haarspelbocht. Blijft op die tweede positie. Dat is achter deze Davy Leijsen. Het Leipold, Peter Thijs, Tom Meusen. Naar Supercar dan. Met een hele mooie start van Johnny Verkuringen. En Jochen Kok. Zij aan zij naar die grote bocht direct met Johnny Verkuringen. Naar de leiding. En dan Jochen Kok. Zie daar wat overmoedig gaat in die grote bocht naar rechts. En het hele veld aan hem ziet passeren. Uit de Duitse kampioenschap, hè. De Seat van Bernd Schumacher. Ditmar Brandt in de Audi. En deze Ford Fiesta van Alexander Langer. Wagen nummer 10 door de jokerronde. En meteen Koks door die fout ook maar gaan jokeren. Om dan maar proberen plaatsen goed te maken. Nu in de aanval bij de Ford Fiesta. Richting de Limburgia Corner door het helle gat. Zagen we Ditmar Brandt door de jokerronde. Langer te fel naar buiten. Daar kan Koks dan al aan voorbij gaan. En meteen spurten naar de Audi van Ditmar Brandt. Brandt te snel in die grote bocht naar rechts. Te fel naar buiten. En Koks eraan voorbij. Achter deze Johnny Verkuringen. Die wedstrijd naar wedstrijd bijleert. En alsmaar sneller wordt. De Subaru die aan de leiding gaat. En de jacht op de Subaru van Jochen Kok. Die nu probeert voorbij te gaan aan Bernd Schumacher. Schumacher in de
Seat richting de Limburg-accounter en de haarspelbocht. Johan Coxie probeert links-rechts Schumacher in de fout te drijven. En het lukt daar in de haarspelbocht. Schumacher te fel naar buiten. En Cox voorbij. En eindigt tweede achter Johnny Verkuringen. Met Schumacher op de derde positie. De Mendy Kassen. Met de achterwiel aangedreven touringcar Ford Fiesta. En zij is ND van Beers en Jeff Mertens te snel af in de start richting de spinnenkop. En daarmee gaat dan Dave van Beers maar onmiddellijk naar de jokerronde. Daar wel op letten dat je niet te snel instuurt. We zagen al dit weekend een aantal rijders in de boarding bij het insturen van de jokerronde. Maar deze keer knap gestuurd door Dave van Beers. Die moet dan aanklampen. Aanklampen bij Mendy Kassen en bij Jeff Mertens. Mertens in die jokerronde. Ah, strak insturen daar van het nummer 4 richting de Limburg-Jacorner. En Dave van Beers, net zoals in die eerste heat, knap voorbij. Binnenkant Limburg-Jacorner en voorbij aan de Corsa. En dan moeten ze met z'n tweeën zorgen dat Mendy niet te fel kan wegrijden. De Fiesta naar de jokerronde. Van Beers en Mertens aan de binnenkant. Knap gedaan hoor. Voorbij aan Mendy Kassen. En Mendy wordt door één jokerronde derde. Van die eerste plaats af. Van Beers gaat aan de leiding. De tweede plek voor Jeff Mertens. Derde plaats is er voor Mendy Kassen. Haarspelbocht en dan de lekke band voor Dave van Beers. We zien de lekke band links voor de Clio in de problemen. En dan gaat hij in die Limburg-corner te fel naar buiten. Verliest alle grip en Mertens toch net voorbij aan de Clio. Mendy Kassen op de derde positie. In Super 1600 is het Davy van der Branden. Zij aan zij met Dennis Reemans in die grote bocht naar rechts. En Pascal Roemans op de derde positie. Probeert daar aan die binnenkant te komen bij Davy van der Branden. Die wat technische problemen kende dit weekend. Hij keihard moet rijden om het veld in Super 1600 te volgen. Maar lukt daarin. Lukt daar vrij goed in. Probeert daar nu in die buurt te komen van Pascal Roemans. Roemans op de tweede positie. Het is Dennis Reemans die aan de leiding gaat. De panoramabocht voorbij. Startfinish in die grote bocht terecht. Wat een mooie voorsprong voor Dennis Reemans op Pascal Roemans. En dat moet dan nog richting de jokerronde gaan. De twee Fiesta's blijven de DS3 voor. Reemans nu in de jokerronde. Van der Branden langs de binnenkant en Reemans te fel naar buiten. Daar over de boordstenen, over de curbstones naar de derde positie. Hij moet dan aanklampen bij Davy van der Branden. Aanklampen bij de DS3. Daar gaat Roemans. Roemans door de jokerronde. En nu opletten op Van der Branden langs de binnenkant. En Reemans probeert ook voorbij te gaan aan Pascal Roemans. Maar daar slaagt Reemans niet in de haarspelbocht. Ronde als derde Reemans, tweede Roemans en Davy van der Branden. Goede zaak gedaan daar bij het jokeren van Roemans. Reeksoverwinning voor Roemans en Dennis Reemans. Dan gaan we naar de Super Nationals Plus 2000 cc met Davy Leijsen. Wederom een sterke start voor Leijsen. Zij aan zij nu met Ludo Hermans in de Ford Escort. Fraai driftwerk daar van de twee heren vooraan met Peter Thijs. Op de derde positie. En dan de broers Arne Kems op de vierde positie. En de jokerronde meteen voor Jonas Kems. De regerend kampioen in het regionale kampioenschap. Die ons komt vervoegen deze wedstrijd hier in Maasmechelen. Leijsen probeert weg te komen. Weg te komen bij Ludo Hermans, bij Peter Thijs en Arne Kems. Daarachter Jonas Kems als vijfde, maar die is op dat moment al gaan jokeren. De jokerronde nu voor Peter Thijs. We zien dat Jonas al voorbij gegaan is aan Arne. De broers die stuivertje wisselen om de vierde en de vijfde positie. En nu is het Jonas die strijdt met Peter Thijs. Maar Peter zit daar op die ideale lijn. De binnenzijnde binnenlijn strak langs de koord in de haarspelbocht. En blijft de twee andere BMW's voor dan de jokerronde. Jokerronde en gezamenlijk gaan ze naar de jokerronde. Davy Leijsen, daar hangt de bumper al los hè, bij de BMW M3. Ergens contact geweest in deze heat.
met Hermans op de tweede positie. Ranking bij de finish met Peter Thijs, met Jonas Kems en Arne Kems. Dan gaan we naar de supercars met Jos Jansen. Jansen die goed wegkomt, hè, met Mandy August op de tweede positie, de Duitse. Jokuit komt in de Rallycross Challenge Europe, de internationale competitie. Hij komt rijden nu voor het Duitse Rallycross kampioenschap, het DRX. En dan Andreas Steffen. Steffen in een Jos Kuipers Fiesta op de derde positie, heeft zich ingeschreven voor het Belgische kampioenschap en prepareert zijn wagen voor het EK in Barcelona in Spanje. Vannacht dan ook nog de helft van de week in Maasmechelen om dan rechtstreeks door te reizen naar Barcelona voor de volgende wedstrijd in het Europese kampioenschap. Mandy August gaat naar de Jonkerronde. Dan gaat Andreas Steffen voorbij in de Fiesta. En Jos Jansen die gaat aan de leiding. Die gaat soeverein aan de leiding en die rijdt een sterke wedstrijd dit weekend. Dat begon al bij een sterke vrije training en dan de kwalificatiereeks die hij netjes weet af te werken. Gaat naar de Jonkerronde. Andreas Steffen die volgt in de Fiesta. Langs Limburgia Corner komt dan toch Mandy August opzetten in haar Audi voorbij aan de Fiesta van Andreas Steffen. Stuurfoutje van Andreas en dan gaan sowieso seconden verloren in de kwalificatieheat met Jos Jansen. Die weet te winnen voor Mandy August en Andreas Steffen. Hoogtepunten van spectaculaire kwalificatiereeksen. Na de pauze, na de onderbreking zijn we terug met de finales van de dag. Welkom terug op Duivelsberg Maasmechelen voor de voorlaatste wedstrijd in het Belgisch Rallycross kampioenschap. De gasten uit DRX Duitse Rallycross kampioenschap voor hun finale wedstrijd zijn te gast dit weekend. De halve finales in de Supernationals min 2000 cc na de kwalificatiereeksen gaat de top 10 rechtstreeks door naar de halve finales. En vanuit een Q-finale die gereden wordt tussen de plekken 11 en 16 halen we dan nog twee halve finalisten. Hetzelfde verhaal in deze Supernationals plus 2000 cc. Waar er hard gestreden werd, zoals u ziet, voor een plek in die felbegeerde finale. Finale voor punten in het Belgische kampioenschap en geen enkele divisie waar we het kampioenschap al beslist hebben. Dus het wordt des te spannender tijdens deze halve finale, deze op één na laatste wedstrijd en de finale wedstrijd op 9 oktober. Dit waren de halve finales. Hieruit halen we dus de finalisten, de 6 finalisten in Supernationals min 2000 cc. Het publiek zet zich schrap voor de hoofdmoot van het programma na de laatste preparatiepauze voor zowel de wagens als het circuit. De startopstelling voor deze Supernationals min 2000 cc met Danny de Beukelaar, de pole position in de Volvo die de kopstart neemt voor Jeff Mertens op de tweede positie. Zij aan zij strijden dan Peter van de Wegen en Martijn van Hoven met Robbe Goris in de Opel Corsa. Het is Peter van de Wegen die dan maar meteen gaat jokeren. Ik denk dat als ik dat gedaan heb, kan ik aanklampen bij dit compacte groepje van 4 wagens waarin dat de Beukelaar aan de leiding gaat met Mertens op de tweede positie, Martijn van Hoven op de derde plek. Ja, Martijn is een van de titelkandidaten. Die moet dus punten scoren richting de finale op 9 oktober aanstaande. De Beukelaar aan de leiding met Jeff Mertens op de tweede positie. Derde positie voor Martijn van Hoven. Dan hebben we Van de Wegen en achter Van de Wegen Robbe Goris in de Opel Corsa. Daar gaat Van Beers in de problemen. Die heeft een afgebroken wiel, dubbel gezwaaide. Gele vlag voor de Clio die in de grindbak staat. Ja, tolde rond de as, hè.
Plots brak het wiel af en verdween de wagen in de zandbak, in de grindbak. Aan de leiding van deze finale de Beukelaar. En kijk, door dat vroege jokeren komt Van de Wegen naar voren en naar voren en naar voren tot de tweede positie. Want die gaat daar voorbij aan Jeff Mertens. Mertens op de derde positie weet daar aan te klampen bij de Toyota Yaris voor de ereplaatsen in deze finale. Mooie voorsprong van Danny de Beukelaar. Maar daar komt al Van de Wegen. Daar komt Van de Wegen. En dan nu even wikken en wegen voor Danny de Beukelaar. In die jokerronde is die voorsprong voldoende? Ja, dan nee. In Limburger Corner lijkt het nee. Want daar komt Van de Wegen zij aan zij met Danny de Beukelaar richting de haakspelbocht. En daar verremt Peter Van de Wegen zich aan die binnenkant. De Beukelaar aan die buitenkant duikt dan meteen naar binnen en gaat voorbij aan de Yaris. Met Mertens op die tweede positie voorbij aan Peter Van de Wegen. En derde wordt Martijn van Hoven met Robbe Goris. Met Peter Van de Wegen en helaas Dave Van Beers als zesde. De finale was, dat was rallycross. Een schoengevecht met Peter Van de Wegen, die mij eigenlijk voorbij ging, met dan net iets te ver. En dan Jeff die aanklampte, waar ik dan ook nog een schoengevecht mee had. En dat was een kippenvel moment. Kijk, de races zijn gewint op scherp van de snee. Dat zijn de schoonste overwinningen en dat was vandaag. Ik heb al heel veel pech gehad dit seizoen en het mag wel eens een keer mee zitten. Ook. En dan gaan we naar Super 1600. Zes wagens in deze finale. Met de mooie start van Peter Vingerhoets gaat aan de leiding. We rijden mee met Dennis Reemans in de Fiesta. Zij aan zij met Vingerhoets die daar in de fout gaat bij het insturen van de spinnenkop. En daarmee aardig wat plekken verliest. Hè, met Reemans aan de leiding. Met Davy van der Branden op de tweede positie. Pascal Roemans is derde. Vierde positie dan voor Vingerhoets met Willem Veldman. De vijfde positie en meteen gaan jonkeren is Gerjo de Brouwer in de Suzuki Swift. Die volgorde snellen ze de Duivelsberg op. Richting de panoramabocht met Reemans aan de leiding. Met Van der Branden op de tweede positie. Met z'n tweeën proberen weg te komen bij Pascal Roemans. Roemans de fel naar buiten, daar in die grote bocht en rechts. Daar kan dan Vingerhoets van profiteren. Hij gaat voorbij aan de Fiesta. Hij gaat Vingerhoets naar de derde positie. Gaat dan wel jonkeren. Hij gaat zij aan zij de Limburger corner uit met Gerjo de Brouwer. De Brouwer sluit aan achter Vingerhoets. En daarachter zit nog Willem Veldman in de Citroën C2. Hier Reemans die aan de leiding gaat. Strak sturen richting de spinnenkop. Tweede positie voor Davy van der Branden in de DS3. De jokerronde insturen nu voor Dennis Reemans. Door het gravel, het onverharde en naar de tweede positie. En één missie nu. Aanklampen bij Davy van der Branden. Aanklampen bij de DS3, want die gaat nu naar de jonkerronde. En meteen steekt hij daar het neusje voor Reemans naar de eerste positie. Reemans aan de leiding en blijft Van der Branden netjes Peter Vingerhoets voor. Vingerhoets op de derde positie. Reemans, Van der Branden, Vingerhoets. Dat is de top 3. Daarachter zien we Gerjo de Brouwer en Willem Veldman. Technische problemen, jammer genoeg voor Pascal Roemans. Met het vingertje in de lucht. Reemans 1, Van der Branden 2, Vingerhoets 3. De Brouwer, Veldman en Pascal Roemans. Strategie met de jokerronde, dat wisten we op voorhand niet wat we gingen doen. We gingen een beetje kijken wat de anderen gingen doen. Want voor mij was Van den Branden natuurlijk de belangrijkste concurrent in het kampioenschap. En ik wist dat ik toen vrij baan achter mij had en dat ik een snelle joker kan nemen. En hebben we natuurlijk redelijk vroeg gejokerd dat we terug aansluiting konden zoeken bij Van den Branden en uiteindelijk naar de overwinning rijden. Dan gaan we naar Supernationals Plus 2000cc met Steven Volders. Die moet daar aansluiten achter 2x Volvo met Christophe Bexie aan de leiding gaat met Bert Bosmans op de tweede positie. En dan hebben we Steven Wolders met Filip van der Heijden en 2x BMW, Stefanie van Lingen en Peter Thijs. Doorheen de Limburger corner is het Stefanie van Lingen die onmiddellijk gaat jokeren. En ze zei 's ochtends nog tijd voor een podium eigenlijk.
Nu op het einde van het seizoen veel bijgeleerd. De wagen alsmaar sneller. En van Lingen meteen gaan jonkeren om proberen aan te klampen bij A. Deze Bexy aan de leiding gaat. Bosmans op de tweede positie. En de derde positie voor Steven Wolders in de Ford Escort. Die jaagt hier op Bosmans. Bosmans daar even in de fout. Dan gaat hij maar meteen naar de jokerronde. Daar zit dan Philippe van der Heijden achter in zijn Volvo. En dan Stefanie van Lingen in de BMW met de BMW van Peter Thijs. Hier zien we de Limburg-accounter met de jokerronde voor Philippe van der Heijden. Van der Heijden die twee plekjes verliest aan Stefanie van Lingen en aan Peter Thijs. Die blijft ook de Volvo voor hier in de haarspelbocht en het oprijden van de Duivelsberg. Jokerronde nu voor Christophe Bex. Jokerronde voor de leider in de wedstrijd. Richting de Limburg-accounter. En Wolders naar de jokerronde. Wolders blijft daar. Bosmans voor. En Wolders naar de tweede positie. Philippe van der Heijden strijdt daar met Peter Thijs. Over het onverharde Duivelsberg op. Met Bex die uiteindelijk weet te winnen. Voor Steven Wolders op de tweede plek. Bert Bosmans is derde. En dan sterk, hè, Stefanie van Lingen, Peter Thijs en Philippe van der Heijden. De week zijn al heel goed gegaan, denk ik. We hebben twee keer de beste tijd gedraaid. Halve finale, de beste tijd en de finale gewonnen. Dus kon niet beter. De jokerronde hebben we bewust redelijk lang gewacht. Ik kon mijn vijf rondjes kan rijden en dan gaan jokeren. Als ik op kop weg ben, vind ik dat nog het beste. Dat ik gewoon kan blijven doorrijden. Het waren Super Nationals en nu naar Supercar met een kanonstart voor Johnny Verkeuringen in de Subaru voor Jos Jansen op de tweede positie richting de spinnenkop. Cox is derde, vierde positie voor Andreas Steffen. En dan hebben we nog Wil Teurings in zijn Volvo richting het Hellegat en Limburg-accounter met Verkeuringen die aan de leiding blijft. Met de tweede positie voor Jos Jansen en dan Jochen Cox. We rijden mee met de Volkswagen Polo. Haaksom de haarspelbocht. En daar al een eerste aanval zagen we van Jansen op Johnny Verkeuringen. Het lijkt wel dat iedereen verrast was door die snelle start van Verkeuringen. In de Subaru aan de leiding met Jansen op de tweede positie. Derde plek is er voor Jochen Cox, gevolgd door Andreas Steffen. En daarachter zit Wil Teurlings in zijn Volvo. Deze finale in Supercar, dames en heren, waar ook nog niets beslist is om de strijd in het Belgische kampioenschap. Met de jonkerronde voor Jochen Cox. Cox sluit dan aan achter Andreas Steffen, achter de Ford Fiesta. Verkeuringen blijft aan de leiding. Jansen op de tweede positie, Steffen derde, dan Jochen Cox en Wil Teurlings in de Volvo. En nu die strategie vooraan. De koplopers, de top drie. Wie gaat wanneer jokeren? Dat doet nu Verkeuringen. Verkeuringen in de Subaru naar de jokerronde. En die ziet dan en Steffen en Jansen en Jochen Cox voorbij gaan. Cox nu in aanval bij Andreas Steffen. Ook een fraaie staaltje rallycross richting de haarspelbocht. Met Cox en Verkeuringen achter Andreas Steffen aan. En daarvoor, ver daarvoor, zien we Jos Jansen rijden. Die gaat dan aan de leiding in de Focus. Steffen te fel naar buiten in de panoramabocht over de curbstones, de boordstenen. En Cox er netjes aan voorbij. Er moet nu nog Verkeuringen proberen voorbij te gaan aan die Fiesta van Andreas Steffen. Daar gaat Verkeuringen voorbij aan Steffen. En is het Cox die achtervolgt op Jos Jansen. Jansen naar de jokerronde gegaan, blijft aan de leiding. Cox op de tweede positie. Verkeuringen op de derde plek in zijn Subaru. Als de stand zo blijft, is er niets beslist in het Belgisch kampioenschap. Hier komt Jansen als overwinnaar voor Jochen Cox, Johnny Verkeuringen, Wil Teurlings en Andreas Steffen. Het liep eigenlijk heel goed. De auto is ook heel goed, dat is geweten. Het was voor ons uiteraard een perfect weekend. We hebben de drie hits, eerste tijd. En in de finale was Verkeuringen wel weg. Ik zag nog niet dat het groen was, reed hij al voor me. Dus ik was echt verrast. Maar na een ronde of drie ging die jokeren en hadden we de baan open. En toen hebben we dan snelle rondes neergezet. Uiteindelijk was dat genoeg. Dus voor ons was het een perfect weekend. 8 en 9 oktober, het traditionele internationale finale weekend op het Duivelsberg circuit in Maasmechelen. Met als kers op de taart de finale in Rallycross Challenge Europe 2016. Tot dan!